Meindert de Jong, Stichting De Vrolijkheid. Hoe vrolijk ben jij? Ik ben echt een extreem vrolijk mens. En hoe uitzicht dat in jouw werk bij Stichting De Vrolijkheid? Dat we heel veel lachen. Dat we heel veel te grappen hebben. En wat zal ik zeggen? Ja, hoe uit vrolijkheid zich lol maken. Ik zie wel een twinkel in je ogen, dus dat terecht. Is er ook al een. Ja. Wat doet Stichting De Vrolijkheid? Stichting De Vrolijkheid heet eigenlijk in zijn geheel de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. En, die stond niet op mijn kaartje. Nee, maar... klein kaartje, ja. Past het niet helemaal. En wat we dan doen is, we doen creatieve en kunstprojecten met kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. En het enige doel wat we daarmee hebben is om een beetje vrolijkheid te brengen in het leven van die 8000 kinderen die in asielzoekerscentra in Nederland zitten. En dat is hard nodig, neem ik aan. Bikkelhard, ja. Hoe ga je daar zelf mee om? Want ik neem aan dat je zelf ook wel tragedies in het klein ziet bij zo'n kind. Ja. Dat motiveert ook sterk, kan ik je zeggen. En je ziet gewoon elke dag hoe ontzettend hard het nodig is om dat werk te doen. De kinderen zijn toch een beetje een vergeten groep eigenlijk. Ja. We hebben het over asielzoekers en dat als zo'n centrum in jouw buurt staat, dan wordt je huis er minder van waard. Ja, en, ja. Erin of eruit en de politiek en volwassenen. Er zitten 8000 kinderen en die hebben ook rechten. Er zijn ook kinderrechten vastgelegd. En of ze nou hier zitten of ergens anders zitten, wij hebben de plicht om daar wat aan te doen. Ik zie op jouw blouse, ik denk dat de kijker thuis dat niet helemaal ziet, het leek bijna een bloedvlek, maar er staat op laatste kliederen. Kan je uitleggen wat het is? Het is een verfklodder. Oh, een verfklodder. Ja. Hij zit ook aan de goede kant, hè? Want hier was het echt inderdaad een bloedvlek waarschijnlijk geworden door mijn hart. Maar het is een verfklodder. En dit is eigenlijk in de kern wat we doen. We laten ze even kliederen. Dus we gaan wekelijks of in ieder geval met hoge frequentie gaan we naar de asielzoekerscentra in Nederland toe. Zijn dan heel veel kunstenaars. En die gaan met de kinderen kliederen, verven of rappen of trommelen of muziek maken of theater maken of fotograferen, films maken. Allerlei creatieve, kunstzinnige projecten. Die kinderen kunnen zichzelf er even lekker in kwijt, kunnen even laten zien wie ze zijn, maken daar plezier mee, worden er vrolijk van. En, en dat is heel erg nodig. Heb je nou veel concurrenten in goede doelenland? Want ik heb wel eens gehoord dat iedereen een eigen plekje probeert te bevestigen. Ja, verschrikkelijk is dat. Ja. Word je daar niet depri van? Nee, ik ben heel veel te vrolijk voor. Maar weet je wat dat ook is? Aan de ene kant hebben we natuurlijk concurrentie in goede doelenland. Er zijn heel veel goede doelen in Nederland. En er is een bepaalde pot met geld. En die pot met geld die kan verdeeld worden over al die goede doelen. En iedereen doet zijn best om zo groot mogelijk stukje van de pot zijn kant op te krijgen. Ja. Dus in die zin zijn we wel concurrenten. Maar ja, aan de andere kant geloof ik daar niet zo in. De ene mens heeft iets met het ene doel. De ander heeft iets met het andere doel. En ik denk altijd, je moet een beetje overvloeds denken. De pot kan misschien nog wel wat groter. En dan is er voor mij ook een stukje over, weet je wel. Dat idee. Waarom werk jij nou juist daar? Want je had ook voor een ander goed doel kunnen kiezen. Ja, had gekund. Ik vind het... ik werd ook gegrepen door... ik kwam in contact met de mensen van... met de oprichter onder andere van Stichting De Vrolijkheid. Ik werd gegrepen door haar bevlogenheid. En het zijn zulke leuke mensen. En dat maakt dan ook dat je heel makkelijk daarvoor kiest om daar te gaan werken. En bovendien ben ik heel erg dol op kinderen. En kan ik het heel moeilijk verkroppen als daar nou iets mee misgaat. Als die iets niet krijgen. Of als die in een hele troosteloze situatie zouden zitten. En dat maakt dat ik bij de vrolijkheid werk. En niet bij een ander goed doe. En hoe zie jij voor jezelf de komende jaren je doel in je werk? Wat wil jij dat er echt gaat veranderen? Nou, ik zou als eerste zou ik wel willen dat we... kijk, het liefste zou ik natuurlijk eigenlijk willen dat er helemaal geen kinderen in asielzoekerscentra zouden zitten. Dat de basishouding werd, dat de mensen die hier naartoe komen... je moet er echt wel wat overwinnen om je land achter te laten en hier naartoe te komen. Nee. Dat doe je niet zomaar. Dat zou jij toch ook niet zomaar doen? En dan moet er echt wel wat gebeuren. Nee, ja. Dus als je dan hier bent, laten we de mensen dan op een fatsoenlijke manier welkom heten. Ervan uitgaande dat het niet zo rooskleurig zou zijn, is mijn doel dat we met de vrolijkheid alle 8000 kinderen in de centra kunnen bereiken. Dat we daar de faciliteiten en de middelen voor hebben
om alle 8000 een beetje vrolijkheid te bieden. Nou, ik gun het ze van harte en ik wens je heel veel succes daarbij. Dankjewel voor het interview. Dankjewel.